Giel, Giel, de Minecraft-wereld is aan het verdwijnen. Nee. Oh, hoe bedoel je, Mick? Er zit alleen een border omheen. Ja, nee. Elke 10 seconden gaat er een laag vanaf. Dus we moeten heel snel hout hakken, want hoe straks... Hoe bedoel je, er gaat een laag vanaf? Ja, let nou maar op. Kijk maar, de bladeren verdwijnen nu al. Je moet snel hout hakken, anders heb je geen hout meer. Oh, wacht, ik zie het ook. Ja, precies. Oh, Mick, ik ben aan de gang, hoor. Ik ben al aan het hakken. Oké, je had gelijk. Ik dacht, je maakt weer een grap. Nee, tuurlijk maak ik geen grap. Elke 10 seconden gaat er één blokje, zeg maar, gewoon ervan af. En op een gegeven moment heb je dus geen hout meer, want dan zijn alle bomen weg. Oh, nee. Oké, we moeten opschieten. Ja, we moeten zeker opschieten. Maar dat betekent ook dat we geen eten hebben, want onder de grond is natuurlijk geen eten te vinden. Nee, dat is zeker waar. Dus als je iets van dieren tegenkomt, moet je ze zeker even meenemen. Ja, maar ik zie helemaal geen dieren, Mick. Oh, jongens, ik wil even hier boven op de berg zitten, want daar begint het natuurlijk nu. Ik denk, als ik daar als eerste, zeg maar, alle blokken weghak, dan... heb ik die nog meegenomen. Zeg maar, deze boom begint hier al te verdwijnen boven op de berg. Oh nee. Okay, dit hak Mick, ik snel mee. Mick, we moeten zoveel mogelijk hout hebben. Voor hoeveel hout gaan we? Ja, laten we gewoon echt gewoon voor heel veel hout gaan. Gewoon stacks. Oké. Stacks. Is goed, duidelijk. Oké, ik maak alvast een crafting table. Dan kan ik daarmee een axe maken. Dat gaat al iets sneller. Ja, dat gaat een stuk sneller inderdaad. Zo, hopzakje. Als wat gaan we doen aan die dieren dan? Ja, dat weet ik niet, Giel. Er zijn toch geen dieren? Ik zit er helemaal niet... Jij altijd een beetje eten. Ja, maar we moeten eten, Mick. Wacht. Mick, ik heb varkens gevonden hier. Oké, nou kill jij die varkens lekker. Ik ben alvast stenen aan het hakken. Dan kan ik een stenen ex maken. Dan gaat het veel sneller. Ja, ik maak eerst even een zwaard om ze te killen. Want dat is misschien ook wel handig. Een zwaard? Giel, we hebben bijna geen tijd. Kill ze gewoon met je handen. Ja, maar daarom, we hebben geen tijd. En ik heb genoeg hout. Dus waarom zou ik ze niet met een zwaard killen? Nou, als je een ex maakt, kan je het allebei doen. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Oké, ik ben hier deze boom aan het hakken nu met de ex. En dat gaat nu een stukje sneller. Hopsakee, let's go. Dan kan ik veel meer hout krijgen. Want straks zijn er dus geen bomen meer. Er gaat dus elke 10 seconden één laagje van de Minecraft-wereld. En als we bij Bedrock zitten en gewoon niet doodgaan, dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling, dan hebben we gewonnen, vind ik. Oké. Nou, goed zo. Dus we moeten gewoon bij Bedrock komen zonder dood te gaan, Giel. Ik heb geluk gehad. Oh, wat heb je dan? Heb je appels? Nou, ik had iets van 6 varkens gekild en ik heb 18 vlees gekregen. Dus dat betekent 18? Dat ze heel veel waren. Why, Joe? Oké, nou, ik dacht ook, als je hele bomen weg, dan vallen er misschien nog appels naar beneden. Dan hebben we ook nog extra eten. Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Dat gaat denk ik niet sneller dat die appels vallen dan dat de wereld naar beneden komt. Oh, ik heb hier ook een varkentje. Alleen daar kreeg ik geen vlees voor, want er was nog een klein varkentje. Oepsie. Oh, jammer. Oké. Ik ben alvast wat steen aan het hakken, hoor. Ja, ga jij lekker steen hakken. Ik heb al 42 spruce logs. Dat is echt mega veel. Oké, lekker. Dus dat denk ik dat we dadelijk wel genoeg hout hebben. Laten we gewoon zo alvast gewoon voor steen gaan. Ja, ik denk dat dit echt meer dan genoeg hout is namelijk. Ja, dat denk ik ook. Even kijken. Okay. Weet je, ik maak ook gewoon een nieuwe crafting table. Volgens ik heb mij, zoveel kijk, hout. Hier is al steen. Waar is al steen? Ja, hier waar ik nu sta. Even kijken, ik maak ook even een stenen pickaxe. Zo, hopzakee. Ja, goed zo. Kom anders dadelijk maar naar mij toe. Ik ben hier al een cave aan het maken. Nee, hier is letterlijk steen al. Ik zie hier al kool zelfs en alles. Oh, je hebt een cave gevonden. Nee, kom hier boven op de berg. Ja, rustig. Ik kom eraan. Hier begint het zeg maar al. Zo, hopzakee. Kijk, ik heb nu al heel veel steen. En het allerbeste kunnen we nu alvast naar beneden gaan hakken, zodat we al iron kunnen vinden en gewoon al dat iron kunnen smelten, want dat gaat lang duren. Ja, dus laten, en dat Giel, vlees moeten we ook bakken. Laten we hier gewoon recht naar beneden hakken met z'n tweeën. Ja, goed idee. Oh, jeetje. Oké, let's go. Hopelijk vallen we niet in de lava. Dat zou echt heel erg erg zijn, zeg maar, want dan zijn we in één keer dood. Dat is niet de bedoeling. Maar normaal, dat moet, is je, zeker niet de bedoeling. Normaal moet je nooit naar beneden hakken in Minecraft, maar als er elke 10 seconden een laag verdwijnt, dan is het wel soms handig. Oh, jeetje. Het voelt ook net alsof we niet lager komen, want die lagen die verdwijnen gewoon de hele tijd. Ja, precies. Ik snap ook niet waarom ik niet even iets van iron tegenkom. Oh, ik heb wel kool gevonden hier. Dat ga ik ook meenemen. Oké, je hebt kool gevonden. Neem dat zeker mee, want misschien hebben we straks nog toortjes nodig als we ergens in een cave vallen. Ja, goeie. Oké, ik blijf maar... Er zit hier heel erg van kool. Ik blijf maar gewoon naar beneden hakken. Ik weet ook niet... Het gaat tot nu toe gewoon aardig goed. Ik heb al bijna een stack steen, dus dat kan we ook niet kort. Oh ja, ik heb hier ook kool, Giel. Ik heb hier ook kool. Oké, goed zo. Ja, ik heb nou al iets van 10 kool gehakt of zo. Dus Oké, nice. Ja, ik heb ook al iets van 6-7 kool, dus dat is ook top. Ik wil gewoon vooral even wat iron hebben, want dan kunnen we dat alvast gaan smelten, want dat duurt natuurlijk lang. Oh, Mick, ik heb deze val echt net overleefd. Deze val? Hoezo val je ook naar beneden? Ja, ik ben een heel stuk naar beneden gevallen en ik heb echt een half hartje, dus nou, niet mee slaan. Geluk heb je eten. Ja, en het is alleen nog niet gebakken, dus nee, ga jij dat eten even bakken? Dan ga ik alvast op deze manier naar beneden. Ja, doe dat. Oké, ik maak gewoon nog een tweede oven erbij, ja? Ja, maak zoveel. Oh, kom hier, Giel. Ik heb een
een mineshaft gevonden. Mineshaft? Ja, 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 maar kom ik hier. Blijf wel even bij het eten, oké? Okay? Want dat hebben we ook nodig. Ja, oké, okay, oké, okay, maar hier zijn chests ook en zo. Oh, oké, okay, kijk gewoon eten. Uit voor de zombies. Oh, ik heb okay? brood, ik heb brood en ik heb toortjes. Oké, okay, goed zo, goed okay, zo. Nice, oh, nice, nice, nice. Ja, precies, daarom, daarom. En ik heb ook brood. Heb je al een zwaard? Oh, hier is nog een, hier is nog een chest. Oeh, ik heb iron. Ik heb iron, ik heb iron. Nice. Oh, nee, ingot. Ja, 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 maar ik word aangevallen door een spin en ik sta in de fik, ik sta in de fik. Oh, nee, Giel, oh, nee. Mick, waar ben je? Kom, 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 oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, 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 maar ik ga dood, ik ga dood, ik ga... Nee! Oké. Die, deze zien we door de vingers. Giel, dit is nooit gebeurd. Nee, nooit gebeurd. Nee, nooit, nooit. Oké, okay, Giel, ik ben echt niet zojuist dood gegaan. Hé, hey, waarom heb je allemaal spullen? Oké. Geen idee. Nee, ik ook geen idee. In ieder geval, echt verandert nog wel elke 10 seconden een laag. Ik ben letterlijk in dit lava gelopen. Dit is echt zo dom. Maar waar kwam ik nou vandaan, Mick? Dan van naar boven, als het goed is. Oh ja, oké. Okay. Nee, ik stresste hem al even. Ik dacht van, nee, dadelijk ben ik al mijn eten kwijt. Maar... Oh, wacht, dat kan trouwens, want de wereld komt naar beneden. Ja, precies. Letterlijk, dat ding kan letterlijk weggaan. Maar het duurt nee, nog wel even. Gelukkig hebben we nog even de tijd. Ja, we zitten heel diep onder de grond. Even kijken. Ik ga dit even allemaal hakken. En ik ga je ook even wat ovens maken. Ik maak gewoon meerdere ovens. Oh, zo, weet je, het is bijna bij ons. Ja, ja. Komt goed, Giel. Komt goed, komt goed. Ik heb 4 ovens gemaakt. Zo, hopzakee. Oké, goed zo. Dan ga ik, ja, ik heb er ook al 2, hè? Ja, precies. Maar dan, dit gaat gewoon even nog sneller. Ja, ja, is goed, is goed. Ik wil, we hebben gewoon haast, oké? Okay? We moeten gewoon zo snel mogelijk alles doen. Ja, heb je gelijk en heb je gelijk. Want die lagen die komen er gewoon echt aan. Zo, hopzakee. En nu wil ik eigenlijk ook even wat meer iron fixen. Oké, okay, ondertussen klik even okay. deze spin. Zo, hopzakee. Ga even doodspin. Heb jij nog iets van tools nodig toevallig? Dan maak ik die even voor je. Nou, ik heb... Nou, eigenlijk heb ik niks nodig per se. Ik kan nu een iron pickaxe maken. En als we dan diamonds tegenkomen, kunnen we die ook even meenemen. Oh ja, dat zou top zijn. Stel, we vinden nog diamonds met deze challenge, dan zijn we echt mijn. Nou, bro. Diamonds vinden gaan misschien wel heel makkelijk. Want ja, als die lagen naar beneden gaan, komen die diamonds dus ook heel snel. Ja, dat is waar. Ik kom ook even naar jou toe, hè? Ja, dat is goed. Ik heb ook even... Ik heb de ovens meegenomen. Ik heb ook even een iron zwaard gemaakt. Kijk eens aan. Nice. Dus ik heb het nu allebei. Dus dan kan ik mezelf ook een beetje verdedigen. En ik wil gewoon dat we ook allebei een iron setje hebben. Als er eigenlijk heel veel mobs zouden komen. Ja, ik heb nog meer iron gevonden hier. Oké, dat is nice. Hier is allemaal... Oh nee. Oh, Giel. Wat doe je nou weer? Val je nou weer in de lava? Nee, kom even naar beneden. Er zijn hier allemaal monsters. Oh, ja, ja. Kom aan. Er zit hier allemaal spinnen. Daar is een spinnenspanner. Oh, nee. Dat meen je niet. Oké, dan moeten we echt zo snel mogelijk weg hier. Oh, hier is ook een... Oh, hier is ook een skeleton. Botteman. Ja, een botteman. Precies, ja. We moeten hem gewoon pakken. Oké, ga jij hem pakken. Hij is weer. Nice. Oké, hier is nog maar iron. Laten we gewoon zoveel mogelijk iron meenemen, zodat we dadelijk een full iron setje kunnen fixen. Ja. Oké, ik weet niet wanneer de lagen bij ons komen, maar volgens mij gaat dat wel heel snel, hoor. Ja, ik kan wel eens even checken waar we toen net waren. Oh, er zit hier zoveel spinnen. Dat is helemaal niet relaxed. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt niet leuk. Weet je wat ik doe? Ik bouw dit gewoon lekker vol zo. En dan kunnen die spinnen hier niet meer komen. Oké. Ik ga even kijken. Dit is slim, hè? Oh, Mick, we moeten opschieten. Wat dan? Het is heel erg dichtbij gekomen. Oh, de cave waar we toen net zaten, die... Ja, ik denk dat die over een minuut of zo weg is. Oh, nee, dat meen je niet. Oh ja, ik zie het ook al. Jeetje, oké. Zullen we hier gewoon weer naar beneden hakken of wat gaan we doen? Nou, we kunnen in principe wel even blijven. Want misschien is het juist beter als we even naar boven gaan, Mick. Want daar kunnen allemaal... Dan kunnen we alle armen waarschijnlijk zien liggen. Oké, ja, dat is waar. Ik heb hier ook nog wat brood. Ga ik maar even we kunnen eten. Misschien ook wel beter ook alvast eventjes al wat mooie ovens hier neerzetten. Zodat we wel wat iron kunnen smelten. Ja, precies. Nou, ik heb 7 iron, ja. Ik kan hier zeker even wat ovens en iron neerzetten. Zo, oké. En weet je wat? Dan blijf ik wel even de wacht houden, ja. Want deze ovens staan nu allemaal op dezelfde hoogte. En ja, als ze dadelijk weggaan, dan weten we in ieder geval... Ja, de ovens kunnen ook weggaan, ja. Wanneer zeg maar de border zo laag is. Met alle iron. Dus je moet ook even die ovens die ik heb neergezet in de gaten houden, oké? Ja, dat doe ik. Ik weet alleen niet waar jij de ovens hebt neergezet. Ja, echt op dezelfde laag als dat jij ze hebt neergezet. Oké, nou dit gaat wel op de goede manier. Ik heb nu al 4 iron. Nu al 5. En als deze goed is, hebben we ook allemaal iron. Zo, hopsakee, deze oven kan dan mee. Ik heb nu al 8 iron. Dus dat gaat de goede kant op. Heb je ook nog genoeg kool toevallig? Want ik heb nog gevonden. Ik heb mega veel kool. Oké, hebben nu al 11 iron. Dus als jij meer iron zou kunnen fixen, of ik moet even naar boven gaan. Ik weet niet waar jij aan het doen bent. Ja, ik ben hier aan het wachten totdat ik naar boven kan. Want het is hier bijna. Oh, dat meen je niet. Is het al bijna hier? Ja, nog 5 blokken en het raakt de eerste cave van ons aan. Dus, jeetje. Oké. Nou, al het iron is gesmolten. Dat is 13 iron. Jij hebt ook al een iron pickaxe en een iron zwaard. Oh nee, Mick!
Oh, Geel, we moeten niet doodgaan. Oké, ik ga gewoon snel... Maakt niet uit. Ik ga snel een chestplate maken, zodat ik straks wel overleef. Ja, maar ik weet niet meer waar ik heen moet. Het staat hier helemaal vol met zombies. Oh, nee, dat meen je niet. Even kijken. Ik heb wel mezelf nu best wel verdedigd. Maar jij hebt ook het eten, hè? Oh, nee. Ja. Nu dus niet meer. Oh, nee. Ja, alles is geëxplodeerd, zeker? Ja, ik pak nu alles op en ik leid een hele hoop mobs mee de cave in. Help, Mick, nee! Ik weet niet eens waar je bent. Oh, waarom leid je al deze mobs de cave in? Ja, omdat ik daar mijn spullen toe moest. Dat was het hele ding. Waar liggen je spullen dan? Ja, ergens in de cave. Ergens in de cave? Ja. Oh, waar dan? Ik weet niet waar. Oh, hier, ik zie ze al. Ik heb al wat broodjes gepakt. Ik zie ze overal van die chest. Ze liggen hier. Kom maar. Ja, ik weet het, maar... Ik moet zo snel mogelijk weg. Kom maar. Ja, kan ik hierin? Oké, maak hem dicht. Kom, we moeten gaan. Ik heb heel veel spullen uit de chest gepakt. Er stonden allemaal minecarts daar. Oh, super nice. Let's go. Ook eten? Ik heb eten nodig. Ja, ik denk het wel. Ik pak ook eventjes die berries hier, want die kun je ook allemaal eten. Ik heb echt eten nodig. Hier, alsjeblieft. Oké, thanks. Ik weet niet wat het doet. Krijgen we er geen effect van? Nee, ze zien er zo magisch uit of zo. Ja, volgens mij krijg je een glow effect van, toch? Of geven ze alleen licht? Misschien wel. Ik weet het niet. Oké, ik weet het ook niet. Wat gaan we doen? Gaan we naar beneden minen of wat gaan we... Dat kunnen we misschien maar beter doen. Giel, het is hier al letterlijk. Oké, ik kan je wel... Moeten echt naar beneden. We moeten echt naar beneden. Ja, ik heb... Mick, kom. Nee. Ja, ik ben hier, Giel. Ik kan nergens naartoe. Ik probeer te redden. Kom naar boven. Naar boven. Ja, ik ben rennen. Okay. Gewoon blijven rennen. We moeten ergens anders een ingang vinden. Waar de F is een ingang? Oh nee, ik ben weer dood. Oh jeetje, dit gaat wel heel snel. Oké, ik moet even die glowberries eten. Dit zijn echt mega veel mobs. Jeetje, dit is niet te doen. Ja, dit is echt niet normaal. Oké, maar ik kan wel weer gelijk mijn spullen hier pakken. Of zijn dit jouw spullen? Ik had ook nog ergens mijn spullen liggen. Ja, dit zullen die van mij wel zijn. Ja, waarschijnlijk waren dit die van jou. Ik ga de hele tijd dood door al die skeletons. Waar liggen mijn... zo snel mogelijk te kijken. Hier liggen mijn spullen. Dit is niet meer te doen. Nee, dit is zeker niet meer te doen. We hebben sowieso niks. Mick, we komen dadelijk bij het lava-niveau ook. Aan de kant, kijk uit. Dit is echt... Jeetje, wat voor mobs. Dit is echt niet te doen. We hebben sowieso deze challenge gepaald, Giel. Ja, ik denk het ook. Kom, Mick. Hierheen. Maar ik had dit ook niet verwacht. Ja, ik kan ergens heen. Er is overal lava. Ik ben weer dood. Er zijn overal mobs, bedoel je? Ja, en volgens mij zijn we ook al bijna bij de bedrock. Alleen, we zijn net iets te laat. We hadden echt naar beneden moeten hakken net. Oké, hier liggen alle spullen. Ja, dat hadden we echt moeten doen. Ik ben weer dood. De creeper heeft letterlijk al onze spullen weggedaan. Nee, allemaal opgeblazen. Ja, ik heb alleen nog een iron pickaxe. Nou, als ik ergens diamonds heb... Ik heb een minecart gezien. Oké, nice. Waarom ligt die nergens diamonds? Want ik leid de mobs weg van de minecart, oké? Pak jij die minecart. Diamonds, ik heb diamonds gezien. Let's go. Oké, ik ga deze diamonds hakken. Kom op, geef me diamonds. Nee. Oh, creeper. Oh, die creeper heeft de diamonds. Oké, ik heb een diamond. Ik heb wel een diamond. Nee! Oh, jij bent ook weer dood. Oh, de diamond, of de creeper heeft de diamond opgeblazen. Mick. Nee. Bedrock. We zijn wel bij de bedrock. Let's go. Maar de bedoeling was dat we niet dood zouden gaan. En dat is een beetje... Ja, dat niet helemaal gelukt, hè? Nee, dat is zeker niet gelukt. Maar we zijn wel bij de bedrock. We zijn wel, denk ik, een paar keer dood gegaan. Dus we kunnen onszelf, niet officieel de winnaars noemen. Maar kijk hoeveel mobs dit zijn. Wie zou dit wel overleven? Laten we heel eerlijk zijn. Wil je nou nog een leuke video zien met Giel? Klik dan snel op deze video. Ja, hier heb ik nog een leuke video gedaan met Giel erbij. Dus als je dat wil zien, klik dan snel op deze video. Want het is echt een bizar leuke video. Dus waar wacht je op? Klik er even snel op en dan zeg ik Mick out.